Mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Excuses aan de collega's. Ik ben zo aan het rennen. Ik had mijn moties laat. Wie alsnog wil meetekenen, kan dat alsnog doen. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat popmuziek met alleen al 500.000 amateurbeoefenaars en een hoge diverse participatie veruit de best bezochte en meest beoefende vorm van cultuur is, constateerde dat in het advies voor de Raad voor Cultuur nauwelijks aandacht aan popmuziek wordt geschonken en dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de positie die zij inneemt in het culturele en economische landschap. Overwegende dat een integrale visie vanuit de ministeries van OCW, VNJ en EZ gewenst is om de positie van popmuziek te versterken, verzoekt de regering een nota over popmuziek te schrijven waarin de positie van popmuziek voor het culturele en economische landschap duidelijk wordt geschetst en aanbevelingen worden gedaan om die positie verder te verbeteren. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt de dame deel van de beraadslaag. Meneer Van Dijk, één vraag. Voorzitter, als popliefhebber wil ik deze motie heel graag mede ondertekenen. Hoppakee. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de culturele en creatieve sector meer dan 7 miljoen mensen in Europa werkgelegenheid biedt en dat het streven is om de internationalisering van cultuur te bevorderen. Constaterende dat de Nederlandse pop- en dancemuziek in het buitenland succesvol zijn, maar dat er ruimte is voor verdere groei en behoefte is aan steun. Overwegende dat steun in de rug bij muziekexport niet alleen de bands in kwestie steunt, maar de gehele creatieve economie. Overwegende dat er binnen de uitgaven van het Fonds Podiumkunsten sprake kan zijn van onderbesteding als aanvragende partijen er niet in slagen een succesvolle aanvraag te doen, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat er meer steun komt voor muziekexport door er bij het Fonds Podiumkunsten op aan te dringen dat incidentele meevallers hiervoor gebruikt kunnen worden. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt de dame deel van de beraadslaging. Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat ondersteuning van de promotie en marketing van Nederlandse artiesten in het buitenland de cruciale schakel is in de bevordering van Nederlandse cultuur. Overwegende dat een betere stroomleiding van en aansluiting tussen de regelingen op de ministeries van EZ en OCW gewenst is, verzoekt de regering met een plan te komen voor expliciete steun voor promotie en marketing van Nederlandse artiesten in het buitenland en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslaging. Tot slot, voorzitter, handgeschreven. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat het belang van cultuureducatie breed erkend wordt en dat de behoefte is aan samenhangend beleid. Constaterende dat zowel de overheid als de particuliere sector investeert in cultuuronderwijs, maar dat de huidige inspanningen zich vooral richten op het basisonderwijs, verzoekt de regering samen met de particuliere sector een plan op te stellen om cultuureducatie integraal onderdeel te laten maken van het lesprogramma in basis- en voortgezet onderwijs. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de beraadslaging. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Ouwehand.